Om dit hoofdstuk over golven af te ronden, hebben we het nog over een aantal heel typische fenomenen. Echo en galm is daar het eerste stukje bij. Dolfijnen en duikboten die maken gebruik van een soort sonarsysteem. Dat betekent dat ze geluidsgolven uitzenden en die ook terugkrijgen. En zo weten hoe dicht ze nog zitten van de ondergrond. Dus echo en galm hebben te maken met geluid gaat van jou weg, botst ergens tegen een hindernis en keert tot bij jou terug. Nu, om twee opeenvolgende geluidsindrukken te hebben, dus om geluid, stilte en nog eens geluid te hebben, moet je blijkbaar minstens een tiende van een seconde tussen die twee geluiden hebben. Dat betekent, jij stoot een geluidspuls uit, die gaat van jou weg, kaatst tegen een hindernis en bereikt jouw oor terug. Er moet minstens een tiende van een seconde tijd tussen zijn, tussen dat vertrokken geluid en teruggekaatste geluid. Anders ervaar ik dat niet als stilte tussen de twee. Nu, als het geluid aan 340 meter per seconde gaat, dan moet dat geluid ondertussen dus 34 meter hebben afgelegd. Of 17 meter heen en 17 meter terug. Is dat in totaal 34 meter, dan ervaar je dat dus als twee aparte geluiden, een vertrokken geluid en een teruggekeerd geluid, en hoor je echo. Is dat minder dan 34 meter, dan plakken die geluiden aan elkaar en dan is dat galm. Galm, een langgerekt geluid. In Pisa, in de Doopkerk, kun je daar een mooi voorbeeld van vinden. Dit is een opname gemaakt door leerlingen die daar toen naartoe geweest zijn. En die meneer die roept dus en probeert eens het fenomeen galm waar te nemen. Dus dat geluid een hele tijd blijft nazinderen en dat noemen we dus galm. Een tweede fenomeen gaat over het Doppler-effect. Fenomeen dat je allemaal kent, een ziekenwagen die naar jou toe komt of een ziekenwagen die van jou wegrijdt, produceert een andere toonhoogte. Dit filmpje gaat over een auto die staat te klaksoneren, te toeteren en wij naderen die auto en we verwijderen ons dan van die wagen. Een keer laten spelen. Ja, dus de geluidshoogte als je naar de auto toekomt of van de auto weggaat, is anders qua toon. Komt er dus op neer dat we ergens een bron hebben. Bij ons zal de bron altijd in rust staan. En die bron in rust produceert geluidsgolfjes. Dat zijn driedimensionale golfjes, dus sferische golfoppervlakken. En die worden altijd maar groter. De golflengte van die golfjes, snelheid maal periode of snelheid gedeeld door frequentie. Dus, voor de bron is dat, golflengte is snelheid gedeeld door frequentie van de bron, of frequentie van de bron is snelheid op golflengte. Dat is wat de bron doet, en die staat dus mooi in rust. Eerste aspect, als de waarnemer zelf ook in rust staat. Dus de waarnemer, die golfjes die komen over hem heen gespoeld en die golfjes komen met een frequentie bij hem gelijk aan snelheid op golflengte. Dat is ook de frequentie die de bron heeft uitgezonden. De golfjes komen namelijk even snel over jou heen gespoeld als ze van de bron vertrokken zijn. Je hoort met andere woorden dezelfde toonhoogte als diegene die de bron produceert. Het wordt iets anders als we als waarnemer zelf naar de bron toe bewegen. Als we naar de bron toekomen, dan gaan we de golfoppervlakken tegemoet. En dan overspoelen die ons net iets sneller. Frequentie van de waarnemer is dan niet de snelheid van de golfjes op golflengte, maar je moet daar jouw eigen snelheid bijtellen. Bijtellen, want je gaat ze sneller en sneller tegemoet.
golflengte te vervangen door snelheid op frequentie van de bron en de noemer van de noemer komt dan in de teller terecht. Frequentie die de waarnemer hoort is de frequentie die de bron uitzendt maal een zekere term, een term met snelheden. Hoe groot die snelheden zijn, dat maakt niet zoveel uit. Wel weten we dat heel die breuk samen groter zal zijn dan 1, want de teller is groter dan de noemer. Je hoort met andere woorden een hogere toon als je naar de bron toekomt of als de bron naar jou toekomt. Ga je van de bron weg, dan is dat volkomen analoog, alleen vlucht je nu voor de golfoppervlakken. En als je ervoor vlucht, dan komen ze jou minder snel overspoelen. Dus van jouw snelheid van de golfjes moet je je eigen snelheid aftrekken. Heel dezelfde redenering. De frequentie die de waarnemer hoort, is de frequentie die de bron uitzendt, maal een zekere term. En van die term weten we nu heel zeker dat die kleiner is dan 1, omdat de teller zeker kleiner zal zijn dan de noemer. Je hoort met andere woorden een lagere toon dan degene die is uitgezonden. We hebben nog een animatietje dat dat wat duidelijk moet maken. Waarnemer in rust, dit is dus de bron in het rood en die golfjes komen over de waarnemer gespoeld. Met dezelfde frequentie als dat ze worden uitgezonden. Als je nu naar de bron toe gaat, dan merk je dat die golven veel sneller over jou heen spoelen. En als je van de bron weggaat, dan komen ze veel trager over jou heen gespoeld. Ja, dus de 3 aspecten in 1 animatietje. Een laatste fenomeen na het Doppler-effect is dan de geluidsmuur. Geluidsmuurvliegtuigen kunnen door de geluidsmuur vliegen. Een straaljager die kan dat zeer goed en dat veroorzaakt altijd een soort kegel, een soort wolk waar die doorheen vliegt. Dus dit is een mooie foto van een straaljager die zo'n wolk produceert als hij door de geluidsmuur breekt. Dit klopt niet helemaal, dat is een beetje gefotoshopt, want helikopters kunnen niet zo snel vliegen als het geluid. Dit is een auto die zou dat wel min of meer moeten kunnen. Momenteel is men aan een auto aan het werken, als je dat nog auto kan noemen, die door de geluidsmuur zou moeten kunnen breken. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Dit had al moeten rijden dus, maar voorlopig ligt dat project blijkbaar wat stil. Dit is een straaljager die door de geluidsmuur breekt. Een keer kijken of dat inderdaad wel zoiets is. Op het moment dat hij door de geluidsmuur gaat, produceert hij inderdaad zo'n wolk. En dat gaat gepaard met een knalletje. Ja, als je daar dichtbij staat, kan dat een serieuze poef geven. Hoe verder je er vanaf staat, hoe minder duidelijk dat is natuurlijk. Heb je een stilstaand vliegtuig, dan produceert dat weer geluidsgolven die altijd maar groter worden. Het zijn weer sferische golfoppervlakken. En als je vliegtuig vooruit gaat, dan komen die golfoppervlakken altijd maar dichter bij elkaar voor het vliegtuig. Want toen het in het midden zat, heeft het de eerste golf geproduceerd, die ondertussen de grootste cirkel is geworden. Zit je wat verder, dan produceer je een tweede golfje, een tweede cirkel, die ondertussen al wat kleiner is. En zo worden de cirkeltjes alsmaar kleiner voorlopig als je vooruit gaat. Dus de golfoppervlakken liggen ver van elkaar achter het vliegtuig en dicht bij elkaar voor het vliegtuig. Maar dan vlieg je nog subsonisch. Trager dan de geluidssnelheid. Op het moment dat je Mach 1 bereikt, precies 1 keer de geluidssnelheid, dan komen al die oppervlakken zo samen in dit punt. En dat is dus een punt waar heel veel energie bij elkaar komt. Zodanig veel energie dat dat een knal geeft en dat het in staat is om de vochtigheid uit de lucht te doen condenseren. En dan merk je een wolk. Ja, vandaar ontstaat dat dus. De geluidsmuur. Nog een animatietje daarover. Als we precies even snel gaan als het geluid, dan hebben we op dit moment zo'n oppervlak waar alle geluidsgolven bij elkaar komen. Daar gebeurt dus die knal.
Als je sneller gaat dan het geluid, dan krijg je zo'n fenomeen. En dat is dan een soort kegel die je produceert. En ook dit oppervlak bevat heel veel energie samen. Ook dit kan dus jouw huis bereiken bijvoorbeeld en je dakpannen beschadigen of je ramen beschadigen. Ja, dus de geluidsmuur. Het derde fenomeen in verband met golven. Geluidsmuur kan natuurlijk ook niet zonder een animatietje met een vliegtuig in, dus dat doen we ook nog maar even in. Dit is nog subsonisch. Dan vlieg je nog trager dan de geluidssnelheid, maar ook dan merk je al dat vooraan de golfjes dichter bij elkaar komen dan achter het vliegtuig. Ja, dus nog altijd subsonisch dit. Als we dan de snelheid van het geluid bereiken, dan komen we in het tweede stukje van het filmpje. Dus dit is net zo snel als het geluid. Voor vliegtuigen is dat niet altijd ongevaarlijk. Ja, dus heel veel energie bij elkaar. Het zal niet het eerste vliegtuig zijn dat ergens een mankement oploopt daardoor. En een crash is dan niet altijd onvermijdelijk. Dit is dan sneller dan het geluid. Waar je zo'n kegel hebt, een kegelvormig oppervlak met heel veel energie bij elkaar. Dus als je nog eens naar een airshow gaat, voorzichtig zijn, doe maar je oorbeschermers mee.